Bedrijven moeten beter hun best doen om discriminatie bij sollicitanten te voorkomen. De Eerste Kamer stemt komende dinsdag over een wetsvoorstel wat dit mogelijk moet maken. Peter Schalk, hij is Eerste Kamerlid voor de SGP, is kritisch en stemt tegen. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. We beginnen met de formatie. Afgelopen week ontving informateur Kim Putters fractieleiders van bijna alle politieke partijen. Maar er lijkt nog maar weinig vooruitgang geboekt. Aan tafel Peter Schalk, Eerste Kamerlid voor de SGP. Welkom. Dank u wel. De eerste week van de formatiegesprekken die zit erop. Wat zijn eigenlijk de resultaten? Zijn er resultaten? Nou, dat weten we nog niet, want het enige wat we weten is dat inderdaad Kim Putters vorige week gebruikt heeft om met alle deskundigen van Nederland zo'n beetje tot en met Kees van der Staaij te spreken. Deze week met alle fractievoorzitters. Vandaag opnieuw met Wilders en met Van der Plas, heb ik begrepen. Dus ik denk dat hij koortsachtig aan het zoeken is van op welke manier kan ik nou voortgang vinden in dat proces. Ja. Want het duurt natuurlijk gewoon heel lang voordat de partijen die het meest aangewezen zijn om met elkaar in zee te gaan, daadwerkelijk in de boot durven te stappen. Ja. En wat zijn eigenlijk nu nog de opties die op tafel liggen? Eigenlijk zijn alle opties nog open. Want nog niemand heeft gezegd van ik doe helemaal niet mee. Maar ik denk dat vooral de vraag is van op welke manier vorm je nou een groep die met elkaar door wil. Hè? En wil je dan echt commitment bieden door met elkaar in een coalitie te stappen? Hè? Of willen we tot en met extra parlementair toe iets bedenken waardoor je een beetje je handen vrij houdt? Ja. Daar komt het op neer. Ja, want er worden ontzettend veel vormen, over verschillende vormen wordt gesproken. Er wordt ook al heel lang gesproken met deze vier partijen. Ja. Is het eigenlijk nog wel realistisch om hiermee door te gaan? Nou, ik denk dat, dat het wel verstandig is van de heer Putters dat hij het uiterste probeert om te kijken of deze route toch op de een of andere manier haalbaar is. Waarom? Omdat de kiezer gewoon zo uitgesproken heeft aangegeven van wat die kiezers willen. En dan moet je niet na de eerste teleurstelling zeggen van nou ja, dat zal het dan wel niet worden. Te meer daar ook de verschillende partijen natuurlijk niet keihard zeggen van ik stop ermee, ik doe niet meer mee aan onderhandelingen of wat dan ook. Ik vind het overigens wel een beetje lastig worden als je zo lang aan het twijfelen bent. Ja. Onze samenleving. En doet hij dan op een bepaalde partij? Of? Nou, we zien natuurlijk dat de heer Omtzigt met zijn partij heel erg lang aan het nadenken is van op welke manier wil ik nou uiteindelijk wel of niet meedoen. Ja. En we hebben niet heel veel zicht op of hij het uiteindelijk wel of niet aandurft. Hè? En eigenlijk geeft hij natuurlijk aan dat hij het liefst in een wat rol in de luwte wil. Dat snap ik allemaal wel. Maar aan de andere kant, ons land, onze samenleving, we zitten te snakken naar oplossingen, ja, bij hele lastige problemen. Maar dat is ook de kritiek vanuit het land. Dat de bevolking ook wel aangeeft van het land moet bestuurd worden. Ja. Dus dat betekent, Wilders heeft vanmorgen toch wel een vrij stevige tekst uitgesproken waarin hij heeft gezegd wij als PVV zijn 10 keer over onze schaduw heen gesprongen. Ik verwacht nou eigenlijk van de andere partijen dat ze ook iets gaan doen of gaan bewegen. Nou, en dat mag je ook wel verwachten, want we weten altijd dat je nooit je totale eigen verkiezingsprogramma helemaal waar kunt maken. Je moet nu eenmaal in ons land met elkaar tot afspraken komen. En zolang dat maar vooruitgeschoven wordt, duurt het zo lang dat de mensen ook ongeduldig worden en misschien ook wel weer minder vertrouwen krijgen in de politiek. Ja. En dat vertrouwen is al niet zo hoog. En de SGP heeft dan ook uitgesproken om eerst wel de focus te leggen op deze vier partijen. Mijn partijleider Chris Stoffer die heeft nadrukkelijk aangegeven van hoor eens, deze vier partijen die zijn eigenlijk aan zet. Natuurlijk wordt er ook altijd gevraagd van wat vindt de SGP nou? Dat hoefde die niet nu te vragen, want dat is denk ik wel bekend. De SGP staat voor een partij die altijd constructief is. En wij hebben een hele bijzondere gewoonte, namelijk dat we alles wat goed is voor het land steunen en alles wat verkeerd is afwijzen. Dus eigenlijk is het vrij overzichtelijk wat wij zouden gaan doen ook bij een nieuw kabinet. Ja, nou, de SGP staat ook als constructief bekend. Mm-hmm. Nu werd de SGP zelfs even genoemd door Caroline van der Plas van de BBB dat ze wellicht wel iets voor dit kabinet kunnen gaan betekenen samen met de CDA.
Nou ja, de SGP heeft natuurlijk al heel vaak iets voor een kabinet betekend. Niet zozeer in een gedoogrol waarbij je allerlei afspraken moet maken. Maar ik denk dat iedereen die daar aan tafel zit, wie het ook is, weet dat als je afspraken maakt met de SGP, dat we die nakomen. Ja. Dus in die zin staat de SGP er constructief tegenover. Als we toch even kijken naar die buiten deze vier partijen, ziet u dan ook een kans dat wellicht toch Timmermans op een gegeven moment initiatief gaat nemen en ja, wellicht wat gaat pogen, wat proberen? Nou ja, ik zie de heer Timmermans natuurlijk op alle mogelijke manieren pogingen doen om eigenlijk het proces wat we nu hebben te frustreren, daar vraagtekens bij te zetten enzovoort. Maar ik zie eerlijk gezegd niet met de huidige stand van zaken een kabinet wat aan de linkerflank zeg maar zich positioneert. Wat tot een breed draagvlak komt en goede samenwerking zowel met Tweede als Eerste Kamer. Want ook als er zometeen een kabinet zou komen van de vier partijen waar we het zojuist over hadden, hebben we ook nog een Eerste Kamer waar de NSC nog niet in zit. BBB, VVD en PVV hebben daar samen maar 30 zetels. Dus ook in de Eerste Kamer zal er heel goed gekeken moeten worden van welke partijen willen er meedoen bij alle wetsvoorstellen om tot 38 zetels te komen. Ja, ja. De helft plus één. Ja, nou een hele puzzel. Zeker. Voor nu helder, we praten zo verder. Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer vonden afgelopen week een rapport over abortus in hun postvakje. Hierin wordt onderzocht waar de stijging van het aantal abortussen vandaan komt. Vereniging Kies Leven is de verzender van deze gids. We hebben nu contact met Kees van Helden van deze stichting, van deze organisatie. Goedenavond, meneer van Helden. Ja, goedenavond. Fijn dat u in de uitzending bent. Wat staat daar eigenlijk precies in die informatiegids die u heeft uitgedeeld? Eigenlijk is het heel erg breed. Een stuk zorg over zwangerschapsafbreking in Nederland. We hebben de afgelopen jaren heel wat artikelen geschreven. En dan kom je erachter dat die artikelen komen eigenlijk en de achtergrond niet verder als je eigen achterban of de christelijke media. Dus we hebben gedacht, wij werken dat uit en we brengen dat naar de Eerste en de Tweede Kamer toe. Daar staan we over de abortuspillen in, abortus als mensenrecht, abortus, de gevolgen die dat kan hebben en ja, hoe dat gecommuniceerd wordt. Dus we hebben met heel veel onderzoeken dat onderbouwd en wij hopen echt van gans harte dat dat gelezen wordt en dat daar echt de verandering teweeg kan brengen in het denken over abortus. Ja, ja, u gaf dus aan van nou, het komt niet echt verder dan de christelijke politici. Is dat dus dan ook de reden dat u alle Kamerleden deze gids heeft meegestuurd? Ja, het is niet alleen de Tweede, ook de Eerste Kamer. En het is niet alleen dat we bij de christelijke politici komen, maar het lukt bijna niet meer om in de gewone seculiere media aandacht te vragen voor een aantal onderwerpen. En op het moment dat er aandacht is voor een onderwerp, dan wordt het belicht bijna alle media vanuit een pro-choice gebeuren. Dus dat maakt het beeld, terwijl er informatie genoeg is die een andere visie geven over waar gaat het over bij de abortus. Ja, en wat? Dat is de reden dat we dat zo hebben uitgewerkt. Ja. En wat is uw verklaring dan dat als pro-life bewegingen een geluid laten horen dat snel op weerstand, dat er weerstand is? Wat is daar de reden van? Ja, dat is een hele goede vraag, want daar ligt eigenlijk precies de kern. Meredith Greer, eindredacteur bij de Volkskrant, heeft onlangs in een interview bij Linda gezegd, ik citeer, als het om leven gaat bij een abortus, dan is het beëindigen daarvan moord en is er sprake van een schuldige. En dat ben jij dan. Dat is wat zij zegt. En dat is de kern. Dus op het moment dat het wel of geen kind is, dat is cruciaal. Als het wel een kind is, dan ben jij degene die het kind gedood heeft. En je wil jezelf niet schuldig voelen voor hetgeen wat je gedaan hebt. En als er wel gevolgen zijn aan een abortus, dan heb je als vrouw een verkeerde beslissing genomen. Dus als we het hebben over gevolgen en als we het hebben over dat het wel een kind is, ja, dan raakt dat direct de vrouw die beslissing genomen heeft. Maar niet alleen de vrouw, maar ook de mannen die vrouwen soms gedwongen hebben tot abortus. Of ouders die een dochter gedwongen hebben tot abortus. Dan heeft dat gevolgen. En niemand wil zelf verantwoordelijk zijn voor een negatieve keuze. Dus het moet per se goed zijn. En dat is wat we zien gebeuren in de maatschappij. Ja, ja, dus echt wel een bepaalde angst om de feiten wellicht ook onder ogen te zien dan.
Als we, nou, dit is best wel een heftig thema, niet alleen in Nederland, ja, maar ook in de wereld. In Amerika, maar nu ook in Frankrijk. Hoe kijkt u eigenlijk aan tegen wat er in Frankrijk nu beslist is? Hè? Dat abortus opgenomen is in de grondwet. Ja, 4 maart wordt het definitief besloten. Dan moet Macron nog het congres bij elkaar roepen. En dan 60% moet voorstemmen. Maar even met de Nederlandse term, als we een Eerste en de Tweede Kamer hebben, die beide al hebben ingestemd en gezegd van nou, die kant willen we op, dan is 4 maart eigenlijk gewoon een formaliteit. Wat ik zorgelijk vind, is dat er eigenlijk geboren is uit een stuk weerstand dat in Amerika Roe versus Wade, die wet, teruggedraaid is. En dat het nu in de grondwet komt, ja, dat is pittig. Want in feite heeft ook Frankrijk de universele verklaring van de rechten van het kind ondertekend. En in die verklaring staat dat een kind bescherming en zorg nodig heeft. Met inbegrip van passende wettelijke bescherming, zowel voor als na de geboorte. Nou, Frankrijk legt deze verklaring die ze ondertekend hebben na zich neer. En ze gaan eraan voorbij. Dus dat is best wel een hele stap, ja, die ze zetten. Ja, en ook zorgelijk. Nou, in ieder geval fijn dat u bij ons in de uitzending wil zijn. Dank voor uw toelichting. Ja, wat vindt u eigenlijk van dit verhaal van meneer Van Helden? Ja, heel fijn dat hij het thema nog een keertje goed onder de aandacht brengt bij alle parlementariërs. Dat als eerste. Tweede, hè, als het gaat over het in de grondwet opnemen van abortus, dat is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk. Als je erover nadenkt, dat we ervoor openstaan om het doden van een mens als een soort mensenrecht in de grondrecht te plaatsen. Ja. Dat heeft nogal wat consequenties. Niet alleen voor dat kind dat dus nog minder bescherming heeft. Hè? Maar ook voor bijvoorbeeld de hele pro-life-beweging. Stel voor dat je als pro-life-organisatie op een gegeven moment straks ageert tegen abortus. Ja, dan ga je al tegen de grondwet in. Ja. Dus ja, en concreet, wereld. Als we hier toch nu even over praten. Mm-hmm. Wat als een arts zegt, ik wil daar niet aan meewerken? Of? Nou ja, dan heb je dus ook een probleem. Want dan is het dus een grondrecht. En dan kan een vrouw kan zich dus beroepen op de grondwet om te zeggen tegen een arts, u hoort dat te doen, want ik vraag daarom. Ja. En de consequenties daarvan die zijn eigenlijk vrijwel onoverzienbaar. Want het ging er net even over, is het een kind, ja of nee? We hebben pas een wet aangenomen in de Eerste Kamer, waarin staat dat een doodgeboren kind mag worden ingeschreven in de burgerregistratie, maar ook een kind dat in de moederschoot overleden is. En toen hebben wij als SGP gevraagd, geldt dat ook voor een geaborteerd kind? Het antwoord was ja. Dus dat betekent dat het inderdaad echt om een kind gaat. Een mens. Want anders kun je niet in de burgerregistratie worden opgenomen. Dat is 1. 2, op het moment dat dit een grondrecht is, dan is die hele 24 weken discussie ook eigenlijk weg. Want wat betekent het dan na die 24 weken? Dan heb je toch nog steeds die grondwet die jouw recht geeft om abortus toe te passen. En u weet dat misschien niet, maar in Canada bijvoorbeeld mag er abortus gepleegd worden tot de laatste dag voor de geboorte van een kind. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Wij moeten die cultuur van doden en beëindigen van het ongeboren leven, die moeten we juist doorbreken op een hele andere manier. Namelijk door te stoppen daarmee en het leven door God geschonken te gaan eren. Ja, maar ervaart u die openheid dan ook om daar wel het gesprek over aan te gaan? Want het wordt ook wel eens het progressieve taboe genoemd. Hè? Als we er al over spreken dat er meteen weerstand is, ervaart u dan wel die openheid? Nou, er is onmiddellijk weerstand, dat klopt. Maar wat ik merk in de samenleving is dat steeds meer mensen, ook mensen die misschien helemaal niet vanuit de christelijke achtergrond hebben, want dat is natuurlijk mijn levensbeschouwelijke achtergrond waarvanuit ik spreek, maar ook mensen die daar helemaal niets mee hebben, toch steeds vaker weerstand krijgen tegen deze praktijken. We hebben gezien dat het afgelopen jaar de aantallen weer enorm gestegen zijn. 20% meer, hè, van 30.000 naar 36.000 abortussen. En dan is er ook nog bijgekomen dat er inmiddels de abortuspil kan worden uitgereikt. En die abortussen worden nog niet eens meegeteld. Dus het lijkt wel explosief te zijn. Ja, heel zorgelijk.
Zeker. En wordt vast nog vervolgd. Denk het ook. Dan gaan we van dit onderwerp naar een heel ander onderwerp. Echt een onderwerp vanuit de Eerste Kamer. Dat gaat over het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie. Ja. Specifiek onderwerp. Afgelopen dinsdag heeft u daarover gesproken, ook in de Eerste Kamer. Ja, dat klopt. Nou, de meeste mensen zullen niet weten wat deze wet precies inhoudt. U vast wel. Ja. Ja, we hebben er urenlang over gesproken, dus ik weet wel ongeveer wat er in die wet staat. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik vanuit de SGP ook alle discriminatie afwijs. Racisme, antisemitisme, welke vorm van discriminatie ook, die moeten we afwijzen. Wat deze wet doet, is dat die tegen werkgevers zegt, u moet uw hele proces van sollicitatie tot en met benoeming moet u zo gaan omschrijven dat dat eigenlijk helemaal neutraal en clean is. En op het moment dat u dat niet op de goede manier doet, dan gaat de arbeidsinspectie u daarop corrigeren. En dan krijgt u een kans om dat te verbeteren. Als u dat niet doet, krijgt u een boete. En die kan oplopen van 450 tot 4.500 euro. Ja. En dat betekent dus dat je eigenlijk de werkgevers opnieuw opzadelt met een enorme regeldruk, administratieve last, financiële consequenties. Maar je grijpt ook eigenlijk in het proces waarin je als werkgever probeert om de juiste mens op de juiste plek te krijgen binnen jouw bedrijf. Ja, is dat een van de redenen waarom je zo kritisch bent? Want u geeft wel aan van, nou, wij zijn tegen discriminatie. Ja. Dus in dat opzicht zou u vol kunnen stemmen wellicht. Ja, maar ja, blijkbaar heeft u meer kritiek dan lovende woorden. Ja, er is nog iets anders aan de hand. We hebben al heel veel maatregelen in onze wetgeving en in onze regelgeving. We hebben een arbo-wetgeving. Elk bedrijf moet een risico-inventarisatie en evaluatie maken, waar allerlei dingen in georganiseerd worden. We hebben de grondwet, waar we het net over hadden in een ander verband. We hebben de Algemene Wet Gelijke Behandeling. We kunnen naar de Commissie voor de Rechten van de Mens, College voor de Rechten van de Mens, enzovoort. Dus er is een scala aan maatregelen die getroffen kunnen worden om discriminatie tegen te gaan. En de minister zelf zegt dat eigenlijk maar 10% van datgene wat er mogelijk is gebruikt wordt op dit moment. Dus de insteek van de SGP was ook van, zullen we nou eerst eens proberen om de huidige maatregelen die er al zijn te versterken, te verbeteren. Dat kun je doen door voorlichting. Je kunt dat doen door regels aan te passen in plaats van er weer een wet overheen te leggen waardoor werkgevers weer in de knoei komen. Zeg maar. Ja, maar waarom wordt dan zo'n wetsvoorstel gedaan als dit er allemaal al is? Ja, dan moet je terug naar het vorige regeerakkoord van de inmiddels demissionaire regering. Daarin is in feite aangegeven dat er op dit terrein ook iets moest gaan gebeuren. En het is natuurlijk het makkelijkste om een wet ergens overheen te leggen. En ik snap ook als de minister zegt van ja, het duurt al zo lang en er zijn nog steeds bedrijven die het verkeerd doen. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die het juist goed doen. En die ga je eigenlijk ook bestraffen door er een wet van te maken. Ja, ja. En wat u gaf, ze moeten nog meer doen, de administratieve last wordt nog groter. Als we dan even kijken naar de Eerste Kamer, er moet nog gestemd worden. Verwacht u dan dat er een meerderheid komt? Of? Het zal er echt om spannen. Want ik merk dat er in de Tweede Kamer was een vrij breed draagvlak voor de wet. Maar in de Eerste Kamer, waar we een wet altijd beoordelen op drie dingen: rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, zijn er enorme kritische geluiden, ook bij partijen die misschien die in de Tweede Kamer voorgestemd hebben. Zoals in ieder geval de VVD, BBB weet ik niet meer helemaal goed of die in de Tweede Kamer voor waren. Maar hier heeft de BBB in de Eerste Kamer 16 zetels. Dus als VVD en BBB tegen zijn, dan zit je al op 30, dus op 26 zetels. En als je het verder doortelt met alle partijen die vrij kritisch zijn, dan zitten we rond die 37, 38. Dus ik denk dat het echt om zal spannen hoe het gaat uitpakken. Ja. En het is wel duidelijk, u gaat tegenstemmen. Ik heb een onvoldoende argumenten van de minister gehoord waardoor mijn visie veranderde. Ja. Nou, we gaan dinsdag afwachten. Ja. Ja. Laten we naar het laatste onderwerp gaan. En dat is dat de Eerste Kamer eigenlijk beter moet gaan kijken naar uitvoering van wetten. Dat komt niet uit het niets.
Dat heeft de parlementaire enquêtecommissie ook gezegd, hè, over het rapport vanwege de toeslagenaffaire. Nou, dat is een affaire die heel groot is geweest. Ja. Welke conclusie heeft deze commissie getrokken? Ja, even terug naar wat u zojuist zei. De Eerste Kamer zelf heeft de conclusie getrokken van wij zullen beter moeten kijken naar wetten. Daarom was ik ook zo kritisch op de wet waar we het zojuist over hadden. Want die kunnen we vermoedelijk ook niet goed uitvoeren. Maar de Eerste Kamer heeft een eigen onderzoek gedaan naar die toeslagenaffaire en de rol van de Eerste Kamer daarin. En geconcludeerd dat wij blijkbaar ook op een aantal momenten wetten hebben toegestaan of algemene maatregelen van bestuur hebben door laten gaan, die uiteindelijk geleid hebben tot de slechte situatie die er nu is. Het rapport wat er deze week is gekomen bevestigt eigenlijk datgene wat we al wisten, namelijk dat er op een heleboel fronten iets fout is gegaan. En dat kun je verwijten aan de overheid, dat kun je verwijten aan de instellingen die, hè, in dit geval de Belastingdienst, omdat die bepaalde dingen wel of niet hadden moeten doen. Ik vind dat wij ook naar onszelf moeten kijken. Daarom ben ik heel blij dat wij al 1,5-2 jaar geleden, zeg maar, een eigen rapport hebben laten opstellen, eigen onderzoek hebben gedaan. Dat we ook durven te zeggen, ook Eerste Kamer, let op uw zaak. Als je moet kijken naar de uitvoerbaarheid, dan moeten we dat heel goed doen. Dan mogen burgers van Nederland op rekenen. Ja, dus u deelt die conclusie? Ja, ik deel die. Is de Eerste Kamer dan ook, ja, dat is misschien heel groot gezegd, maar ook deels verantwoordelijk voor de toeslagenaffaire? Iedereen die een taak heeft in het wetgevingsproces is mede verantwoordelijk. Ja. En de Eerste Kamer is het laatste orgaan, hè, laatste station voor een wet, voordat die door de koning en de minister wordt ondertekend. Wij horen nog één keer heel goed te kijken wat de consequenties zijn als het gaat over uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, maar ook over rechtmatigheid. Is dit rechtmatig voor burgers? En misschien mag ik een voorbeeld geven. Hè, de uitvoering van deze wet heeft ertoe geleid, bijvoorbeeld, dat een situatie waar ik van hoorde was dat er een gezin was dat alle aanvragen goed had doorlopen. Toen is op een zeker moment de kinderopvanglocatie verplaatst van het ene dorp naar het andere. En daar zijn ze op bestraft, want ze hadden toen de aanvraag moeten stopzetten en opnieuw moeten beginnen, terwijl het dezelfde opvang was, alleen die verhuisde alleen maar. Ja. En een ander voorbeeld waar een vrouw meldde van, oké, ik begrijp dat ik iets verkeerd heb gedaan, kan ik het overnieuw doen? Nee, want er staat een vinkje achter de naam van uw man. En toen kwam ze er later pas achter dat dat ermee te maken had dat hij een buitenlandse achternaam had. En daardoor is ze in die toeslagenaffaire terechtgekomen. Ja. En werd ze gezien als mogelijk frauduleus. Ja. Het zijn werkelijk schrijnende situaties. Ja, met ontzettend grote gevolgen. Precies. Ja. En daar had ook de Eerste Kamer, maar eigenlijk op alle niveaus, hadden we daar eerder op moeten acteren, moeten zien dat het niet goed ging. En dat wat is heeft een u daar dan van geleerd? Wat heeft u daarvan geleerd, ook als Eerste Kamer zijnde? Nou, dat wij dus niet aan het einde van een wetgevingstraject moeten zeggen van ja, maar het is nu al door de Tweede Kamer aangenomen enzovoort. Nee, dat die Eerste Kamer eigenstandig de moed heeft om op een gegeven moment ook tegen de minister te zeggen, natuurlijk, u heeft deze wet tot hiertoe gebracht, maar wij zien een aantal dingen die slecht zullen zijn voor de burger. En wij gaan toch tegen u zeggen dat we deze wet niet gaan steunen. Ja, en heel kort gaat dit rapport er dan toe helpen dat dit niet meer voorkomt? Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Ongetwijfeld gaan we in de toekomst ook weer tegen dingen aanlopen die verkeerd gingen. Maar onze dure plicht is, doe je werk zo goed mogelijk tot eer van God, tot heil van de naaste. Ja, nou, fijn dat u er was en dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Maandag zijn wij er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.